dichtbij de camper. Zit Ayesta lekker te breien. Goedemorgen, we staan nog steeds op het vliegveld, of bij het vliegveld. En wat een auto gaat gebeuren, dat is wel erg leuk. Let op, bij een vliegveld horen natuurlijk vliegtuigen. En jawel, ze gaan vandaag zweefvliegtuigen de lucht in laten. En hier staat een apparaat met kabels die ze dan de lucht in trekt. En daar in de verte zie je dus het eerste zweefvliegtuig in gereedheid gebracht worden. Er worden twee kabels nu aan dat aanhangwagentje gekoppeld. En die auto rijdt dadelijk naar dat vliegtuig. En daarmee wordt dat vliegtuig de lucht ingetrokken. Hier gaat het eerste vliegtuig de lucht in. En daar bleef het eigenlijk ook bij, want het roeit gewoon veel te hard. Het vliegtuig wat je nu hier ziet, dat is ook binnen 5 minuten weer terug. Hier komt de aansleepkabel aan een parachute naar beneden en die kwam door die harde wind wel heel erg dicht bij de camper. En terwijl ik dan de zweefvliegtuigen in de gaten hou, tenminste de zweefvliegtuigen, ik heb er nu net eentje gezien, zit Ayesta lekker te breien en naar Esther Ouwehand te luisteren op YouTube. We gaan dus niet alleen met een zweefvliegtuig aan de gang, maar ook met die Antonov aan te vliegen. Tjo, mijn jongen, hey. Wat een ding. Bijgetankt. Ja, wat een apparaat zeg. Hey. Jeetje. Luren. Wie dat eruit ziet. €35 kan je mee vliegen. Wow. Dat gaat nu naar de winterstalling, heb ik gehoord.
Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.